Hey kijkers van Gaming met de GV, welkom bij een nieuwe aflevering van Davids deur die open gaat. Natuurlijk gaat het om het survival eiland van mij. Op Minecraft, in mijn eentje, zonder andere mensen. We doen het gewoon totaal helemaal alleen. Vorige keer had ik dus diamonds nodig. En in plaats van dat ik jullie nou weer ga boren met misschien wel een half uur lang hier een grot in graven, wat natuurlijk hartstikke saai is, ben ik naar beneden gegaan, heb ik een tweede tunneltje gemaakt. Ik laat ook even zien waar. Nogmaals, het is geen server waarin ik mezelf shit kan geven. Dit is... Hier, ik kan niet eens... Hier. Kan niet. Dit is single player. Het werkt niet. Dus, kan ik niet. Maar in deze gang, na een tyfus eind lopen, had ik dan eigenlijk diamonds gevonden. Ook super weinig. Echt maar 3 of zo. Weet je? Echt dat je denkt van, god damn it. Deze biome is gewoon niet goed voor diamonds vinden. Maar het is genoeg voor enchanted gear. Kijk, daar heb je het al. Dus ik dacht, ik wacht nog even met hakken. Wel net zo leuk zo, hè? Hoppakee. Kom maar op met de diamantos. En de ironos. Willen we ook os. Dank u, os. Wat nou als we verder gaan graven? Zal ik nog even... Oeh. Goedemorgen. Ik heb gehoord dat u een beetje last heeft van... lava! Zo. Dat was een heleboel lava. Hey, lapis, waar we totaal niks aan hebben. Sorry, ik hak je alleen weg omdat je zwaar in de weg zit. Voor de rest even goede vrienden. Maar je zit gewoon in de weg. Net als dit spul. Hekel aan dat spul. Heb je eraan? Helemaal niks. Kom, nog even 1 diamondje. Kom, nog 1. Nog 1. Nee. Oh, shit. Ik weet al wat jullie willen zeggen. De vorige keer had ik eigenlijk moeten zingen, hè. Ik had het gezegd. Oké, hier zit niks meer. We gaan terug. Kom ik in mijn weg als ik zeg dat ik het gewoon vergeten was en dat ik nou sorry zeg dat ik het nou doe? Ja, mooi. Dan denk ik dat ik maar ga doen wat iedereen graag wil dat ik ga zingen. En dat is Barbie Girl van Aqua. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life's fantastic. It's from plastic. You can brush my hair and dress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on Barbie, let's go party. Oké, is genoeg. Zo, we gaan verder. Met de serieuze shit. Survival. Beter, maak er geen autotune iemand van. Echt, ik claim je. Ik laat je van YouTube verwijderen als je het doet. Nee, grapje. Nou, die krijgen jullie. Maar ik heb vandaag natuurlijk veel toffers voor jullie. En dat gaan we doen terwijl ik loop aan te kloten. Met het maken van... je moet trouwens Rivé even tweeten en volgen op Twitter. Want ik laat hem horen. En zij heeft dan dus de soundtrack. Die jullie allemaal waarschijnlijk een van de tofste soundtracks vonden van... Ja, van heel 30G. Ik ga hem laten horen. En hij is lang. En ik laat hem helemaal uitspelen. Hij is gemaakt voor ons, voor Shipwreck. Nou denken jullie, oh, inderdaad. Ik laat hem lekker spelen. En als je Reveille lief aankijkt, zijn ze misschien in de beschrijving. En misschien dat je toch even moet twitteren. Dan gaan we dan. Ik ga even niet te veel praten. Want hier wil je echt van genieten. Yes! Waardeloos dit.
Mooi nummer, hè? Ik weet het. Ik weet niet of hij wel eens meeneemt met X-Split. Ja. XP Farm. Dat gaan we doen. Kobbelsteen. Ja. Wat zou het beste zijn hiervoor? Moet voor mij naar beneden donderen, dat is één. Dan iets met water. Oh nee, het zijn spinnen joh, die kunnen helemaal niet vallen. Kut! Nou, dat was hem dus jongens. Dat is dat ontiegelijk vette nummer waar jullie al ja, best wel lang om vragen. En die ligt nu dus in de handen van Miss Ravex. Nou, daar moet je blij mee zijn zeg. Nee, maar in dit geval...
Reveille, die mag hem, wat mij betreft, als zij het wil, mag zij hem weggeven. Dus, dan weet je dat. Waar de fuck moet ik heen? Hier. Zo. Ja, hier omhoog. Ik moet een trappetje maken. Wat vinden jullie van mijn mopspanner? Lekker inefficiënt. Ja, hè? Ik weet het. Ik ben er heel goed in. Zo. Volgens mij hebben we zo hier onze break-even point. Ja. Kom maar, joh. Lekker vallen. Fakkeltje erbij. Zo. Hier is de mopspanner. Duidelijk aangegeven. Wat kun je nog meer willen? Zo. Als ik nou hier zo eentje neerzet, kun je dan naar beneden? Nee, totaal niet. Dus dat moet hier al. Oh joh! Wat verdomme. Dondert de boel me daar naar beneden, joh. Ja, wat we wel willen, het is wel mooi. Zeg maar. Dus hier, zo. En dan jij ook. Dan doen we een omgekeerde trap. Zo. Kijk hoe mooi. En dan ga je naar beneden. En dan gaat het, hier gaat het worden. Moeten we even een access dingetje maken, denk ik. Zeg maar, niet voor hier, maar voor daar. Dat we even alle fakkeltjes weg kunnen rammen zo. Mooi. Deurtje erbij. En ook niet vergeten natuurlijk een chest hier voor... Hey! Got it. Een chest voor de spulletjes, eventueel. Want ik weet niet wat ze droppen, maar... Ze droppen vast wel iets. Oké, okay, cool. Deurtje zoeken. Zoeken. Oh. Waarom loopt Minecraft nu vast? Creepy. Precies op het moment dat Slenderman en de rest lopen Minecraft vast. Echt, het was... Totaal niet creepy. Nee. Alleen daarvoor... Oh nee. Ik wou zeggen, alleen daarvoor wil ik je al verslaan. Minecraft loopt echt... zwaar vast momenteel. Ik vind het eng. Nog een keer. Oké. Okay. Ik stop ermee. Ik ben bang. Ik ga de volgende keer bij XP Farm testen. Maar dat is de volgende keer. Nou, jullie hebben een hele toffe track gehoord natuurlijk. Als je die wil, voor je eigen video's of gewoon lekker om te luisteren. Om te reminiscen aan de serie die het helaas nooit geworden is. Omdat het moeilijk was om de hele groep bij elkaar te krijgen. Dan moet je even lief aankijken. @MrRevex op Twitter. Volg. Abonneer ook eventjes haar kanaal. Dat is Game met Reveille. Kijk je nu naar. Ik ben zelf dus David Games. Is dat vast in de beschrijving? Hoop ik. Weet ik niet. Misschien. En doe even een like als je het leuk vond. En reageer. En deze keer wil ik graag reageren. Welke kleur aansteker heb ik hier? Achter mijn hand. Je zal het nooit weten. Tenzij je het goede antwoord hebt. Welke kleur was het? Ja? Laat maar even weten. Welke kleur? Goed. Bedankt voor het kijken, jongens. Tot de volgende keer. Doeg.